Goedemorgen allemaal, fijn om hier weer te mogen zijn. Het voelt een beetje als afstand, maar ik moet voor het licht dan weer over het vloerkleed blijven. Exact. Maar goed, heel mooi om hier te zijn. Marcel Koning, ik ben voorganger in 033 Mozaïek. En Joel vroeg vorige week in onze appgroep, jongens, we hebben een schemaprobleem. Dus een Joop Vink die zou zijn, die kon er niet zijn. En wie wil invallen? Het thema is hersteldelen. En ik keek in mijn agenda, het was vrij. Ik zei, jongen, met plezier. Ik wil met jullie namelijk heel graag een verhaal delen. Een foto zien hier. Het is die man daar bovenaan. Mijn opa. Geboren in 1914. Als kind van een Joodse vader. En een Nederlandse moeder. Hij werd heel jong wees. En kwam terecht bij zijn oom en tante die hem hebben opgevoed. En dat was helaas niet een fijn thuis. Welkom zoals je bent was daar even niet het credo voor zijn oom en tante. Hij was een last meer dan een lust. Dus om daar nu al te veel oordeel over te willen uitspreken, want het is een andere tijd, maar het was voor mijn opa natuurlijk een verschrikkelijke tijd. Jong wees, een vervelende opvoeding. Maar zie je die vrouw daar rechts? Mijn oma. Mijn opa ontmoette een prachtvrouw waarmee hij trouwde. En ik zal straks op die kinderen ingaan. Oma was echt zo'n oma, weet je wel, die je jezelf gunt. Oma was een oma waar ik op zondag in de kerk dan naast zat, omdat zij in overvloed pepermuntjes en dropjes had. Dat was toch in een koffiefilterzakje. Ja, ik zie waar mensen wat ouder, mensen zeggen ja, oh ja, oh ja. Ja, zo ging dat toch soms. En weet je, ik heb alleen maar mijn opa en oma, dat was, ja, dat was. Marcel Tsiem heeft zo'n liedje geschreven, mijn opa en oma mag meer dan thuis. Want ze hebben altijd heel veel lekkers in huis, weet je. Zo'n opa en oma was dat voor mij. Wat bijzonder was. Mijn opa en oma kregen 2 kinderen en toen werd het oorlog. En in de oorlog, omdat mijn opa een kind was van een Joodse vader, was hij voor de Joodse wet geen Jood, maar voor Hitler wel. Hij is 2 keer gevangen genomen en is 2 keer uit de gevangenis ontsnapt. Hij heeft ons daar nooit iets over verteld. Maar wij kunnen allemaal raden en voelen wat dat voor ervaring geweest moet zijn. Als je uit de gevangenis ontsnapt, gaat dat niet met een handdruk en tot nooit ziens. Dan is dat een gevecht. En 2 keer uit de gevangenis bevrijd, thuisgekomen, ondergedoken geweest in zijn eigen huis. En gelukkig kregen ze na de oorlog nog een 3e kindje. Je ziet hem hier, de kleine baby. Alleen alsof het nog niet erg genoeg was. Dit jongetje Gerard overleed na 18 maanden aan een polio-inenting. En zo stapelde zich bij wijze van spreken trauma op trauma in het leven van mijn opa. Mag ik de volgende foto zien? Kijk, God was goed. Hij gaf nog een dochter. Dat is die mooie vrouw daar links op de foto. Dat is mijn moeder. En zo heb ik dus deze opa mogen leren kennen. Mijn opa, moet je weten, kende alle psalmen uit zijn hoofd. De oude berijming. Echt letterlijk alle psalmen. Het was voor mij altijd een sport om met mijn psalmboekje naast opa te zitten. Om klaar te zijn als hij een keer 1 couplet van psalm 119 niet kende. Maar zelden kwam het voor. Want, zei hij, mijn opa noemde mij Masje, dat mag verder niemand, alleen mijn vrouw. Mas, je kunt maar beter die psalm uit je hoofd kennen, want in de oorlog had ik geen Bijbel. Maar ik had wel Gods woord. Toen ik 14 was in 1988, leed mijn opa aan leukemie. En hij kreeg steeds om de zoveel maanden en daarna om de zoveel weken kreeg hij nieuw bloed toegediend, omdat zijn lichaam geen rode bloedlichaampjes meer aanmaakte. En bij een bezoek aan het ziekenhuis toen ik 14 was in 1988, was ik erbij toen hij zijn laatste levensadem
huid is. Het bloed wat hij die dag gekregen zou moeten hebben, sloeg niet meer aan. Zijn lichaam accepteerde het niet meer. En hij stierf. En wij waren erbij. We gingen naar het huis van mijn opa en oma en daar was nog iets heel wonderlijks. En daarom vertel ik dit verhaal ook vanmorgen. Wij kwamen thuis en op zijn bed lag de Bijbel van mijn opa. Opengeslagen, het leek wel precies in het midden. Wat ook zo is, want hij lag opengeslagen bij Psalm 118. En mijn opa had geheel tegen zijn principes in een vers onderstreept. Hij onderstreepte vers 5. In mijn nood heb ik geroepen, Heer, en de Heer antwoordde. Hij gaf mij ruimte. Is dat niet de grootste vorm van herstel ervaren in je leven? Als je op je sterven zegt, ik word nu, in de oude vertaling staat, in de ruimte gesteld. Zo ervoer mijn opa zijn eigen sterven. En zijn verhaal van herstel is gebaseerd op die Psalm 118. Hij nam dat lied, die psalm, en het werd het lied van zijn leven. En ik wil dat lied vanmorgen met jullie delen. Met het verlangen dat hoe je hier ook zit, hoe jouw levensreis er ook uitziet, welke stormen er ook in plaatsvinden of nog niet. Ik hoop dat er iets in die psalm aanhaakt vanmorgen bij je, waardoor God jou in je lied van je leven tot je spreekt. Tot je spreekt met herstel. Tot je spreekt met wat er ook gebeurt, er is ruimte. Zullen we met elkaar die psalm lezen? Dat is best een lange psalm. Het is gelukkig niet 119 die gaat onderschreven. We gaan even bezig zijn. Maar als we ergens nog tijd moeten nemen om een keer een hele psalm te lezen, dan lijkt het me wel in de kerk. Dus ik ga de hele psalm met jullie lezen. En als je luistert, misschien zijn er wel versen die je voor jezelf wil onderstrepen. Ja, daar sta ik nu in mijn leven. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Het huis van Aaron zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Wie de Heer vreest zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. In mijn nood heb ik geroepen, Heer. En de Heer antwoordde, Hij gaf mij ruimte. Je moet even weten, ik pauzeer hier even. Als er in het Oude Testament Heer met allemaal hoofdletters staat, dan is daar, dat is de vertaling van het woord in het Hebreeuws Yahweh. En Yahweh is niet, hij staat hier als Heer. En Heer is bij mij altijd iets abstracts, zo van God. Maar voor de Joden is Yahweh, dat is de ik ben die ik ben. Dat is de persoonlijke God. De God die jou persoonlijk kent. Dus je zou hem ook kunnen vertalen met, in mijn nood heb ik geroepen, Vader. Dit was een persoonlijke uitroep van David, die waarschijnlijk deze psalm heeft geschreven. En de Vader en de Heer antwoordden, Hij gaf mij ruimte. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Met de Heer, mijn helper, je ziet hier die persoonlijkheid alweer, aan mijn zijde kijk ik op mijn haters neer. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht. Alle volken hadden mij ingesloten. Ik weerstond ze met de naam van de Heer. Ze sloten me van alle kanten in. Ik weerstond ze met de naam van de Heer. Ze sloten mij in als een zwerm bijen, maar doofden snel als een vuur van doorns. Ik weerstond ze met de naam van de Heer. Jullie sloegen mij en ik viel, maar de Heer heeft mij geholpen. De Heer is mijn sterkte en mijn lied. Hij gaf mij de overwinning. Hoor, gejubel om de overwinning in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. De rechterhand van de Heer verheft mij. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden van de Heer verhalen. De Heer heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. Open voor mij de poorten van gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven, omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf.
De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laten we juichen en ons verheugen. Heer, geef ons de overwinning. Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, u zal ik loven. Hoog zal ik u prijzen, mijn God. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Als je zo'n psalm in zijn geheel leest, ik weet niet hoe het jou dan vergaat, maar zelfs als ik hem nu voor de zoveelste keer lees, dan denk ik, het komt hier allemaal voorbij. Het staat hier ontzettend veel in. Het lijkt wel alsof David, die waarschijnlijk deze psalm geschreven heeft, van een beetje van hot naar her gaat in zijn lied naar God. Nou, laat dat maar mooi het feit zijn. Dat wij, als wij bidden, niet altijd een heel mooi strak verhaal moeten hebben. Maar het zit wel heel, als je door de oogharen naar deze psalm kijkt, dan zie je een opening en een slot die heel erg op elkaar lijken. De psalm opent met, loof de Heer, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. En hij sluit af met, loof de Heer, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Dat is opvallend. Het is niet alleen literair mooi, maar ik denk ook dat er een les in zit voor ons. Weet je, David begint, terwijl in zijn hart van alles speelt, het hele leven zou je kunnen zeggen, in al zijn volheid, in al zijn diepte en in al zijn overwinning, komt voorbij. Maar het begint en het eindigt met Gods goedheid en trouw. En we kennen dat, hè? Dat is belangrijk. Dat is denk ik gewoon een mooi punt voor ons eigen gebedsleven, voor als jij je hart wil uitstorten bij God, waar begin je mee? Als ik erover nadenk, als ik 's ochtends opsta, is het eerste wat ik zeg best wel belangrijk. Als ik opsta en ik zeg tegen mijn vrouw als eerste, schat, doe jij de boodschappen vandaag? Niet zo'n heel sterk begin. Als ik eerst zeg, schat, ik hou van je. Hoe is het met je? En even later komen die boodschappen ook wel. Dan hebben we een heel ander gesprek. Voel je aan, hè? En mooi is dat om gewoon zo, om ook gewoon tegen elkaar soms als kerk te zeggen, wij gaan niet aan alle ellende in de wereld voorbij, maar wij openen de kerkdienst met Gods goedheid bezingen. En hem aanbidden, dwars door alles heen. Als dat een les is van Psalm 118 is, open je dag en dank God dat je leeft. En dat je deze dag van hem krijgt. Welke uitdagingen er ook op je agenda verder tot moeten staan. En aan het eind van de dag, dank God maar dat je nog leeft. Hoewel was het geen makkelijke dag. Ik wil een paar dingen nog, een paar versen uit deze psalm zo halen als een soort lied van je leven. Want je ziet heel vaak in deze psalm, zie je woorden als redding. Nou, je zou daar ook herstel kunnen lezen. Dit is echt een psalm waar de dichter dwars door uitdagingen heen redding, herstel door God ervaart. En ik wil me een beetje relateren aan mijn eigen leven. Dingen die mij eruit opvallen. Eerst vers 8 en vers 9. Prachtige versen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht. Ik denk dat er een reden is waarom mijn opa deze psalm zo dierbaar was. Ik denk dat er een reden is waarom koning David deze psalm zo dierbaar was. Als we naar David kijken die deze psalm schreef. En zijn relatie met koning Saul, een man met macht, moet bijzonder geweest zijn. Koning David, die al gezalfd was tot de volgende koning, die wist, ik ga jou opvolgen. Maar tegelijkertijd nog diende aan het hof van die koning, waarvan die wist, ik ben je opvolger. Mm-hmm. En Saul, die hem dus ook vervolgens in het leven een paar keer liever dood wilde dan levend. Moet een compleet. En soms is ons leven ook zo compleet. Dat je even de mannen met macht het even niet meer zo mee hebt. Ja, zegt de psalmdichter, schuil maar bij God. God is groter dan die mannen met macht. Misschien zit je in een
werksituatie waarin je niet gezien wordt, waarin je denkt, nou, die mannen met macht, wat zijn ze waard? God is groot. Even verderop. Nog zo'n mooi uiting van herstel. Waar het lied van het leven klinkt van herstel. Jullie sloegen mij en ik viel. Maar de Heer heeft geholpen. De Heer is mijn sterkte, mijn lied. Hij gaf mij de overwinning. Nou, dit is voor mij een beetje de thema van deze psalm. Hè? Te neergeslagen, vallen en opstaan en God geeft je kracht. Het doet mij een beetje denken, ik heb een beetje gezocht naar een beeldspraak en ik hou van wielrennen. Dus het doet mij een beetje denken aan zo'n profiel uit een etappe uit een Tour de France. Is dit. Dus voor de liefhebbers, dit was de etappe waar Pogacar verloor. Nou, de kool, ja, ik ben weer zo chauvinistisch, ik weet niet waarom ik dan voor een Deen ben en niet voor een Sloveen, maar dat is waarschijnlijk omdat het een Nederlandse ploeg is ofzo. Maar ik zat hier echt een puntje van mijn stoel. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Wat je ziet in zo'n etappe is dat het op en neer gaat. En dat is ook een beetje ons leven. En wij willen allemaal eigenlijk het liefst op vakantie op de top van een berg zitten. Op een terrasje met een lekkere cappuccino en een stukje appeltaart. En genieten van dat prachtige uitzicht. En als er wolken zijn, dan balen we. Nee, het moet een zonnige dag zijn. Het liefst zouden we willen dat elke dag van ons leven een zonnige dag is. Waarin de zon schijnt, wij bovenop de bergtop zitten. En het leven ons toelacht en wij uitzicht hebben naar zo mooi als het maar kan zijn. En het punt is, dat is het niet zo heel vaak. Het punt is, we hebben een paar keer in ons leven misschien wel van die bergtopmomenten. Maar hoe kom je op een bergtop? Trainen. Klimmen. En die verzuring in je benen voelen. En toen ik van de zomer zelf weer de Mont Ventoux op ben gefietst. Toen zag ik vooraf. Zag ik echt al helemaal mezelf weer staan op die top. En ik had er zin in om naartoe. Maar man, die bijna 2 uur om er tegenop te komen. En het was afzien. Ja, het was ook wel mooi afzien. Maar het was wel afzien. Onze bergtopervaringen komen vaak vanuit de dalervaringen. En is vaak het klimmen. Ik denk dat als ik een van de levenslessen die ik leer op mijn leeftijd nu mee moet nemen, is dat de mooie ervaringen in het leven ontstaan vanuit de diepte. Je bergtopervaringen komen vanuit de diepte. Laten we elkaar gewoon tegen elkaar durven zeggen als je in een dal zit. En laten we elkaar helpen om uit het dal heen God ons te laten trekken weer naar een bergtop. Mijn vader was groenteboer. Ik heb in mijn leven heel veel groente en fruit verkocht. Mijn vader zei altijd tegen mij, Marcel, waar groeien de druiven? In de zon of in de schaduw? Die druiven van het lekkere wijntje. Die groeien niet in de schaduw. Die groeien in de verzengende hitte van de zon. En ons leven groeit ook niet. Als we in de schaduw blijven staan en maar denken, lekker koel, lekker fris. Laat het maar makkelijk blijven. We mogen groeien. Soms in de verzengende hitte van de grond. Soms door te leren om een berg te beklimmen. En David gaat ons hierin voor. En ik denk, het herstelverhaal van mijn opa, dat was er ook zo eentje. Waarin trauma zich op trauma stapelde. Maar zijn geloof in God en vertrouwen in God er alleen maar sterker door werd. Omdat hij kon zeggen, er is maar één iemand van wie ik mijn ruimte, mijn vrijheid echt kan krijgen. En dat is God zelf. Even verderop, tot slot. De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Kent vers. En de trouwe kerkgangers hier denken onmiddellijk aan Jezus. Maar mag ik een spaantje dieper graven met je vanmorgen? Wat zou David bedoeld hebben met dit vers? Ja, hij had hier profetische woorden. Maar hij moet ze ook vanuit zijn eigen leven hebben geschreven. De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden.
En ik denk dan aan het moment waarop de profeet Samuel naar de familie van David komt om een nieuwe koning te zalven. En Isaïe, Davids vader, haalt al zijn zonen en presenteert ze aan Samuel. Behalve één. Behalve David zelf. De jongste. Die bleef achter. Bij de schaam. Was niet belangrijk genoeg om te tonen. Hij zou het wel niet worden. Hij werd afgekeurd door zijn eigen vader. Ik weet niet hoe jij hier zit. Misschien ook wel in een complexe familiesituatie. Waarin je wordt afgekeurd. Misschien wel in een werksituatie waarbij je het idee hebt dat jouw potentie niet wordt gezien. Misschien ook wel beschadigd omdat je genegeerd bent. Zie je hoe Psalm 118 hier een lied is van herstel voor ook ons leven? David omschreef het zo prachtig. De steen die de bouwers afkeurde, is een hoeksteen geworden. En Jezus, hij citeerde deze psalm. Hij citeerde deze psalm toen hij het ging hebben over zijn eigen lijden en sterven. Hij citeerde hem in Lucas 20. Volgens mij krijgen jullie hem ook op je scherm. Maar hij keek hem aan en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Hij werd min of meer de vervulling van de profetie van deze psalm. De steen die de bouwers afkeurde is nog steeds geworden. Overigens interessant om te zeggen, deze psalm, 118, is de laatste psalm die Jezus ook met zijn discipelen las voordat hij daadwerkelijk ging sterven. Deze psalm werd altijd gebruikt bij de Pesachmaaltijd, bij het avondmaal. En we lezen in Matthäus ook dat zij de lofzang zongen en dat Jezus daarna wegging. En die lofzang moet Psalm 118 zijn geweest. Hoe bijzonder is dat? Dit levenslied is ook het lied van Jezus. Hij is de vervulling ervan. Maar ik denk ook dat hij degene is die deze psalm de diepgang gaf voor David. Zonder dat hij het wist. Heel bewust voor mijn opa. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat met Jezus als hoeksteen voor ons leven, die lijden, die leed en stierf en opstond uit de dood. Dat zou je kunnen zeggen als je die toeretappe nog, dat profiel nog eens neemt. Er is geen dal zo diep als dat Jezus hem gekend heeft. En er is geen bergtop zo hoog als dat Jezus hem voor ons kan geven. Dat is herstel. In deze psalm, die een psalm was van herstel, een getuigenis, een lied van het leven van mijn opa, is niet alleen het lied van David en mijn opa, dat was trouwens ook het lied van zijn leven van Maarten Luther, die ook steeds weer terugkwam op deze psalm. Het is het lied van Jezus zelf. En het is mijn verlangen voor onze kerk en voor jou, zoals je hier zit vanmorgen, dat dit lied van herstel ook jou inspireert. Ik weet niet waar je staat. Ik weet niet waar je staat vanmorgen. Maar ik hoop en bid dat je iets van inspiratie vindt uit het leven van mijn opa. Het leven van David, maar vooral uit Jezus zelf. Door het volk afgestoten. Kruisig hem. Maar in zijn lijden en zijn dood. Ons lijden meegenomen. Stond op uit de dood. Nou, dat is kracht van overwinning. Dat is ultiem herstel. Herstel van leven en dood. En dat is voor ons ook vanmorgen beschikbaar. Wat is jouw lied? Misschien wel een deel van Psalm 118. Misschien schrijf je hem zelf. Maar schrijf hem. En ik hoop dat je ergens in die psalm, ergens in jouw lied ook, die hoeksteen Jezus mag werken. Zullen we samen bidden?